Maar we gaan eerst naar jou, Frank. Want ambulances hebben steeds meer moeite om een ziekenhuis te vinden. Het is zo'n scenario waar je niet aan moet denken. Je hebt een familielid dat per ambulance met spoed naar het ziekenhuis moet worden vervoerd. En bij aankomst dicht de deur. Dit is helaas steeds vaker de realiteit. Door het RS-virus, corona en de griep lopen de spoedposten in ons land over. De druk is zelfs zo hoog dat de ambulances soms meerdere keren per week een nevenkocht krijgen. En zich bij een ziekenhuis verderop moeten melden. Recent moest een ambulance, bedoeld voor Noordoost-Gelderland, met een ziek kindje helemaal naar Venlo rijden. Het piept en het kraakt in ons in de spoedeisende hulp. En daarom heb ik verbinding met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen, David Baarder. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de situatie nou erger dan corona? Ja, ik denk dat we eigenlijk nu zien is een verslechtering van de situatie wel jaren zien. Het wordt steeds drukker op de spoedeisende hulpen. We hebben steeds meer moeite om mensen op te nemen als er zeg maar, een virusgolf is. Met corona hebben we natuurlijk de gevolgen daarvan gezien. En we zien nu eigenlijk weer met een virusgolf met griep, RS en corona samen dat het weer gebeurt. En het is eigenlijk het falen van de keten. Hè? Want het is niet alleen de spoedeisende hulp. Het is met name de opnamecapaciteit die nu helemaal tekort schiet. Waardoor bij ons patiënten heel lang liggen. En op een gegeven moment niet anders kan om de spoedeisende hulp te sluiten met alle vreselijke gevolgen voor patiënten. Ja, duidt u mij eens wat die concrete gevolgen zijn? Nou, ik denk dat het voor een patiënt al vreselijk is als hij niet in zijn eigen ziekenhuis terecht kan. Ik denk dat dat het allervervelendste is. Het is voor de patiënt heel goed in je eigen ziekenhuis, waar je patiënt bij de dokters kent. En voor ambulancebroeders is het natuurlijk heel vervelend als zij, voor ambulancepersoneel, dat zij veel langer moeten rijden, want zij moeten natuurlijk veel grotere afstand. En dat betekent dat je ambulance ook langer bezet is. Mm-hmm. Dus zeg maar niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook voor de patiënt die nog niet vervoerd kan worden. Die moet ook weer langer wachten op een ambulance. Hoe zit dit met acute spoedgevallen? Ik denk dan aan hartstilstand bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat het alleracuutste is een hartstilstand, een beroerte, een hartinfarct, een verkeerde buikslag. Ik denk dat die groep patiënten, die zijn zo extreem, en gelukkig zijn het ook relatief kleine aantallen, dat we daar altijd nog wel een plekje voor kunnen creëren, ook als een spoedeisende hulp dicht is. Maar dit gaat meer eigenlijk ook over gewoon iemand die een gebroken been heeft. Ook dan wil je niet een uur langer in een ambulance zitten. Ook dan wil je gewoon snel naar je eigen ziekenhuis, mm-hmm, waar je geholpen kan worden door de dokters die je al een beetje kent. U zegt dus wel, voor de echte acute spoedgevallen, er is voor jullie altijd een plekje. Ja, dat zijn ook de afspraken eigenlijk in alle regio's. Dat als het bloedspoed, zoals wij dat noemen, dan wordt er altijd plek gemaakt. Desnoods door nou ja, helaas andere patiënten weer naar een andere kamer te verplaatsen. Maar dan is die plek er altijd. En zeker in de centra waar ze veel ervaring met deze patiënten hebben. Dat stelt dan toch wat gerust. Dank voor uw tijd in een ongetwijfeld, we hebben het erover, drukke agenda. David Baarder. Ja, hoe zit het bij u in de regio? Ja, ook druk. We hebben in Rotterdam echt wel aardig wat ziekenhuizen. Alleen je ziet dat het daar ook druk is. Men heeft gewoon te maken met een enorm personeelstekort van 10-15%, ook nog eens verzuim. Dat zijn natuurlijk aantallen die natuurlijk drukken ook op de bezetting van het algehele personeelscapaciteit in zo'n ziekenhuis. Ja, je moet er toch niet aan denken dat je in zo'n ambulance ligt of voor iemand waar je van houdt en dat je nergens terecht kan. Ja, dat is een schrikbeeld wat we natuurlijk al heel lang meedragen. Het begon in corona. En eigenlijk had je het idee, nu corona wat is gaan liggen, het zal nu wel beter gaan. Maar nu krijgen we al die andere virussen en die bezettingsproblemen bij ziekenhuizen. Ja, de bezettingsproblemen.